aan de verhalenvertellers, de vrijwillige verhalenvertellers van het Echt Rotterdams Erfgoed. Hallo Jacqueline. Hallo, hoi. Ja, dat mag best hoor. En Jacqueline, jij gaat een verhaal vertellen. Ja, klopt. Klopt. Over helderheid. Ja, over Stichting Helderheid. Ja. Stichting Helderheid. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Is weet de microfoon niet, of die, ja, ik weet het niet. Hoe is het zo? Ja, hè? Goed zo. Ik wil nog wel even zeggen, helderheid, het verhaal, is geschreven door Jopie Sluimer. En ik dus, de verteller, Jacqueline Sterenborg, ga dus vertellen. Helderheid. Hoor elke les die een reden heeft en ignoreer dwaasheid. Wat wordt de les van vandaag? Wat ga ik leren bij Joni Muskiet? In onze huidige anderhalve meter maatschappij ga ik bij Joni op bezoek om haar verhaal te horen en aan jullie door te vertellen. Liever niet per telefoon, maar gewoon in een gesprek, face to face. Dat is wat Joni wil. Haar keuze van mens tot mens wordt duidelijk als ik bij haar binnenstap en Joni haar hand uitsteekt. Sorry Joni, maar handen schudden doe ik niet in deze coronatijd, zeg ik. Ik wel, zegt Joni, want ik heb mijn geloof en ik ben een volger van Jezus en word beschermd. Ik hoor les 1, relatie met God. Sorry, tot God. Ik zie een mooie, volle, donkere vrouw met sprekende en sprankelende ogen. Ik heb me voorbereid op dit gesprek en weet dat zij een gospelzangeres is. Een kokende gospelzangeres zelfs, die ook, indien gevraagd, de catering verzorgt. Zij is voor mij het prototype van een gospelzangeres. Religie, zang, ritme, warmte, passie. Dat alles bij elkaar vormt haar reden. De reden die zij van meerdere onderwerpen in haar optredens wil overbrengen. Haar redenvoeringen. Ik zie en hoor in haar een betrokkenheid en gedrevenheid die mij doet denken aan de Amerikaanse strijd tegen racisme. Alsof ze onlangs nog heeft meegelopen in de mars naar Washington van Martin Luther King. Haar bewondering voor Mahalia Jackson is dan ook niet meer dan logisch. Ik hoor les 2. Bezieling. In 1969 komt de 9-jarige Joni vanuit het warme Suriname naar het koele Nederland. Zo komt ze in Rotterdam te wonen en daar is ze altijd gebleven. In de wijk Feyenoord. Rotterdam is haar stad. De stad van haar kinderen, kleinkinderen en haar familie. In haar schooltijd wordt het haar al snel duidelijk dat ze als anders wordt gezien. Ze wordt als het enige donkere meisje in een witte klas uitgesloten. Dat doet haar pijn. En haar, al attent aanwezige strijdlust tegen ongelijkheid en onredelijkheid, ontkiemt tot een missie. Als Joni 15 jaar is, leert ze het werk van de Zuid-Afrikaanse schrijver en dichter Breiten Breitenbach kennen. Breitenbach is met zijn woorden een strijder tegen de apartheid in zijn land. En Joni is erg onder de indruk van wat deze blanke man, strijder voor gelijke rechten van alle rassen, schrijft. Ze besluit als 15-jarige om haar eerstgeborene zoon naar hem te vernoemen. Als Joni in 1978 tienermoeder wordt van een zoon, houdt ze vast aan haar besluit. Haar babyzoon krijgt de naam Breiten Muskiet. Ik hoor les 3. Standvastigheid. Breiten groeit op en Joni is een goede zangeres en een goede moeder. Ze boekt succes met zingen, maar wil niet langer de commerciële teksten zingen die ze krijgt. Daar stopt ze mee en ze gaat verder met haar favoriete muziek, de gospelmuziek, en vormt haar eigen groep More Gospel. Breiten moet van haar zijn school afmaken, een diploma halen, maar ze merkt dat hij niet gelukkig is. Hij is graag op straat en leert daar heel andere dingen dan thuis. Hij leeft in twee werelden en belandt in de gevangenis.
Joni begrijpt dat ze hem als jongvolwassene serieus moet nemen en met hem moet praten. Wat wil je dan met je leven doen? Zijn antwoord laat haar schrikken. Mama, ik wil rapper worden. Natuurlijk weet ze al dat hij vanaf zijn prilste jeugd van muziek houdt. Dat is ook niet gek met een zingende moeder. Maar rappen, die lelijke teksten, de grove woorden, dat gaat Joni te ver. Toch verbiedt ze hem niet. Want ze herinnert zich nog hoe haar vader tegen haar zei, toen ze hem vertelde dat ze zangeres wilde worden. Zangeres? Zangeres is een beroep voor gevallen vrouwen. Daar kan je geen eerlijke boterham mee verdienen. Dus zegt ze tegen Breiten, dat is goed. Maar op één voorwaarde, dat je verstaanbare, beschaafde teksten gebruikt. Dat had ze niet hoeven zeggen. Hij had in zijn gevangenschap al besloten om positieve teksten te maken. Ik groeide op in rust en vrede, maar de liefde voor de straat deed mij de adem benemen, rept hij later. Ik hoor les 4, boodschap. Helderheid staat voor hoor elke les die een reden heeft en ignoreer dwaasheid. Helderheid is de rapper Breiten die een vertaalde woordspeling op zijn naam heeft gemaakt. Breiten, Brighton, helderheid. Dat is zijn artiestennaam, dat is zijn naam, de naam van een goede rapper. Hij wordt gewaardeerd, hij krijgt succes. Citaat uit zijn nummer, Progressie. Er is geen tijd om stil te staan. We moeten roeien met de riemen die we hebben en doorgaan. Progressie, de missie moet slagen. Geen tijd meer voor nonsens in deze donkere dagen. Geen tijd om stil te staan. Vanaf 2003 treedt Joni met haar gospels op in diverse gevangenissen. En komt in aanraking met jongeren die zich gediscrimineerd en onbegrepen voelen. En die van rap houden. Helderheid stelt haar voor om samen te gaan optreden in de gevangenissen. Moeder en zoon samen. Gospel en rap bij elkaar. Hij gaat schrijven aan nieuwe teksten. Hij wil een nieuw album uitbrengen. Daarvoor zoekt hij rust in Deventer. En daar gaat het mis. Erg mis. Op 7 april 2004 wordt Helderheid niet meer wakker. Hartstilstand in zijn slaap. Dat was 7 april 2004. Ik hoor les 5. Immens verdriet. Dan gebeurt er iets bijzonders. Het huis van Joni wordt overstroomd door jonge mensen die in haar huis troost zoeken. Veel verdrietige jongeren en ze hoort steeds help is dood. Help is dood. Dan komt ze erachter dat haar zoon de bijnaam Help heeft bij de jongeren van de straat. Omdat ze altijd bij hem terecht konden met hun problemen. Het omgekeerde gebeurt. Joni troost de jongeren in plaats van andersom. Ze vindt dat ze iets moet doen om voor te zetten waar Helderheid mee bezig was. Ze zet haar stichting More Gospel om in stichting Helderheid. Ze gaat op zoek naar een ruimte waar ze met de jongeren van de straat bij elkaar kan komen. Ze vindt tijdelijk onderdak in de ruimte waar ze met de jongeren van de straat... Ze vindt tijdelijk onderdak in de weekenden op de bovenverdieping van een school. Er is sprake van dat ze een permanente ruimte krijgen in het Hunter Douglas gebouw, maar de beloftes worden niet waargemaakt. Ze hebben last van het vooroordeel. Het zijn jongeren van de straat met een strafblad. Ik hoor les 6, onbegrip. Stichting Helderheid bestaat nu 15 jaar en omvat 4 projecten en een vijfde komt eraan. Het begon met nummer 1, het Helderheid Bokaalproject. Dit betreft een rapwedstrijd voor beginnende rappers die elk jaar gehouden wordt op het Helderheidplein. Het start met open mixavonden op diverse plaatsen en daarna volgt verdere selectie tot er een aantal finalisten overblijft voor het Helderheidfestival.
De helderheidbokaal staat voor jongeren beïnvloeden met helderheidsmissie. Progressie en respect. En zorgen dat ze dat uitdragen in hun reps. Er is intussen in Den Haag ook een helderheidbokaal opgezet. Nummer 2 is het Ghetto Chef project. Koken met jongeren. Een project dat door de tweede zoon van Joni is opgezet binnen de stichting. Nummer 3 is het pesten. Nummer 3 is het pesten is dwaasheid project. Excuus. Ignoreer dwaasheid, dat is helderheid. De jongeren van de stichting gaan met Joni naar basisscholen om workshops te geven. De kinderen leren van hen dat er 9 woorden, zaadjes zijn, waarmee ze een rap gaan maken. Die 9 zaadjes zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nummer 4 is het Get a Job project, bedoeld om de jongeren van de straat aan een baan te helpen. Werkgevers worden uitgenodigd op het Helderheid Festival om met de jongeren wederzijds contact te maken en de wens is om spoedig in een eigen ruimte een arbeidsmarkt op te zetten. Nummer 5 is het Helder Meiden project. Dit project in wording moet de tienermoeders en andere meiden van de straat helpen met het opbouwen van een toekomst. Ik hoor les 7, respect. Er komt dit jaar een helderheidmonument op het Helderheidplein. In 2008 las Joni in de wijkkrant dat er, zomaar opeens, een helderheidplein was gekomen. Een sportveld en plein dat op verzoek van de jongeren uit de wijk die naam had gekregen. Sorry dat ze niet was ingelicht. In 2019 is er wel met haar en de stichting goed overlegd over een monument. Dat zal onthuld worden bij de finale van de helderheidbokaal. Het monument is geen beeld van Breiten als persoon. Joni is daar heel duidelijk in. Het monument is niet voor haar zoon Breiten, maar voor de jongeren en staat voor de missie van helderheid, progressie en respect. Het roestvrijstalen monument moet de jongeren van de straat bewust maken dat zij meer en beter kunnen dan anderen denken en dat zij geen tweederangs burgers zijn. Het is een schuine zuil waarop een tekst van helderheid uit de rap progressie staat. En dan heb je van die mensen die je liever naar ergens anders verwensen, omdat ze anders denken over andere mensen. Zo'n invalide denkwijze doet mij niets, want helder denken is een kunst die zich onderscheidt van kitsch. Ik hoor les 8, progressie. De stichting Helderheid behoort tot het echt Rotterdams erfgoed. Met de missie van helderheid, die uit de nalatenschap volbracht moet worden, gaan de jongeren van nu, zij verjongen steeds, door zolang het nodig is. Maar dan zou een helderheidhuis, een eigen plek, een eigen gebouw wel heel welkom zijn. Meer dan welkom, het is nodig. Ik hoor les 9, ruimte. Speciaal voor Joni en haar zoon Breiten en zijn helderheid nalatenschap besluit ik met 2 teksten van Breiten Breitenbach uit de bundel De Ongedanste Dans, gevangenispoëzie. In de Nor hebben ze mij een horloge gegeven om de tijd vast te houden. En dat ding is prompt blijven staan. En het laatste couplet van het gedicht aan het begin. De geest is vaardig over mij, niet met meditaties, maar bezinning. Niet met visioenen, maar herkenning. Open gesluierd. En ik kom uit een zwart en wild land. Of ben ik hier wel echt? Want komen en gaan is één en blijven is allebei. Dank u. Dankjewel Jacqueline. Wat mooi geschreven Jopie en wat mooi voorgedragen Jacqueline. Dankjewel. Joni, nou een prachtige tekst over jullie, over de jongeren.
uit de buurt, uit de wijk en over wat jullie met elkaar doen. Kun je heel eventjes hier komen, naar voren? Oh. Want eigenlijk heeft Jacqueline al heel veel verteld. Wat ik jou eigenlijk nog even wil vragen. Dit is Joni Mesquite, waar jullie net het mooie verhaal over hoorden. Dankjewel. De helderheid bokaal, die kon niet doorgaan, die is afgelast. Kun je daar iets over vertellen? Ja, die is afgelast. En eigenlijk hadden we al een paar maanden geleden al een beetje rekening daarmee gehouden vanwege de coronavirus. En het moest allemaal coronaproef worden en dat ging ook allemaal veel kosten. Ja. En één ding wat ook heel vervelend was, is dat toen we de vergunning hebben aangevraagd, is dat er werd gezegd van we willen toch wel allemaal heel erg rekening mee houden. Dat er misschien ook die drillrap, want jullie gaan ook een workshop geven. En daar baalde ik zo van. Ja. Dat ze dit, wat ik al 15 jaar doe, vergelijken met die drillrap. Mm. Want op het helderheidpodium wordt er niet gevloekt, geen vrouw, onvriendelijke teksten. En de mensen moeten respect hebben voor het publiek. Dus toen had ik iets van, is het nog steeds niet door? Hebben ze het nog steeds niet door dat we bezig zijn om de jongeren van de straat op een positieve manier te beïnvloeden? Hè? Zodat ze ook tot Rotterdam erfgoed kunnen gaan behoren. Ja. Hè? Want ik woon hier al 52 jaar. En dan denk ik, is het nog niet, zijn we nog niet zo ver, hè, dat we deze jongeren een plekje geven. Ja. Nou gaan we zo meteen muziek horen. Ja. Van één van de jongeren. Twee deelnemers. Ja. Kan jij ze introduceren? Ja, zeker. Wie was eerst, Shelly of Belly? Hey, Shelly, Charmilady of Belly? Charmilady, ja. Hè? Ja. Charmilady, dat is een jonge dame die vorig jaar al heeft meegedaan met het helderheidbokaal. En heeft toen niet gewonnen. Maar ze had zo'n indruk op mij gemaakt. En ik vond het heel bijzonder om haar ook daarin te beïnvloeden ook. En toen heeft ze zich weer ingeschreven voor de tweede keer. En ik merkte van wauw, ze is echt vooruit gegaan. En dit jaar met coronavirus heeft ze gewoon een hele mooie rap gemaakt. En daar moeten jullie echt naar luisteren, want het is echt heel bijzonder, vind ik zelf. En sowieso als meisje of jonge vrouw in de rap, in de hip-hop wereld. En Belly, die heb ik ook hier uitgenodigd, omdat het ook heel bijzonder is voor mij. Als het feit dat zijn vader, die twee keer heeft meegedaan met het helderheidbokaal in het verleden, zijn zoon heeft opgegeven om mee te doen. Dus dit is de tweede generatie van de rhythm art poetry van helderheidbokaal. Dus luisteren jullie met je hart. Het lijkt alsof er niemand van de oude mensen overblijft. Mijn nichtjes die kunnen niet meer naar de overblijf, want scholen zijn dicht terwijl het ziekenhuis nog open blijft.
Harde werkers hoor ik dan, maar waar hun bonus blijft? Ik weet het niet, ik snap geen shit van onze overheid. Anderhalve meter, anderhalve meter. Doe je die shit niet, heb je het een ander al gegeven. Mensen doden mensen, zonder dat ze het weten. Halen supermarkten leeg en is het oma zonder eten. Yeah, maar ik snap het wel. Want iedereen zit nu vol met stress. Eerst was alles nog ver weg en zag de helft van de bevolking uit als nep. We maakten memes en we lachten alles weg. Maar wie het laatst nog lacht het beste. En onze goede vriend corona houdt van pesten. Ik zie een mondkapje hier, een handzeepje daar. 2 weken daarna wordt de wc-papier geklaard. Wat bestielt jullie? Waarom denkt er niemand na? En Markie zegt dat kan Nederland wel aan. Zijn positiviteit hoor ik in deze tijd wel graag. Maar of het realistisch is, dat is voor mij nog echt de vraag. Ik ben voor iedereen. Niet alleen de zieken, niet alleen de harde werkers. Wat dacht je van de kinderen die thuis worden geslagen en de school is een enige veilige plekje zagen? Ik hoor corona, overal waar ik kom hoor ik corona. Op het werk, op WhatsApp is het corona. En zet ik de tv op NOS hoor ik corona. Yeah, yeah, ik hoor corona. Overal waar ik kom hoor ik corona. Op het werk, op WhatsApp is het corona. En als ik niets in de trein vraag mijn corona, wanneer houdt het op? Ik hoor corona. Overal waar ik kom hoor ik corona. Op het werk, op WhatsApp is het corona. En zet ik de tv op NOS hoor ik corona. Yeah, yeah, ik hoor corona. Overal waar ik kom hoor ik corona. Op het werk, op WhatsApp is het corona. En als ik hoest in de trein vraag mijn corona, wanneer houdt het op? Geweldig liedje, geschreven door jou. Ja. Ja, wat fantastisch gedaan. Je hebt je echt wel laten inspireren door de afgelopen periode. Ja, dat is ook wel bijzonder dat je juist dit hebt aangegrepen om een tekst over te maken. Ja. Ja, waarom heb je dat gedaan? Meestal gebruik ik gewoon dingen die mij een beetje dwars zitten, maar het is niet dat ik dan tegen mensen gaan vertellen of zo. Ja. En dan schrijf ik het gewoon op. En vooral nu, letterlijk, dit was echt bijvoorbeeld als je het nieuws keek, enig wat je hoorde de hele tijd 24/7 corona, corona, corona. Ja. Op een gegeven moment dacht ik, het is gewoon vermoeiend. Dus toen dacht ik, ja, dan schrijf ik het gewoon op. En ja, 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 het is ook ontzettend ingrijpend. Ook voor jongeren natuurlijk ontzettend. Zeker. Het beperkt je enorm. Ja. Nou ja, zoals je ziet hoe wij hier nu zitten ook. Hartstikke mooi opgeschreven. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Nog een applaus, dames en heren. Wil ik nu vragen of Jopie... Joop? Of je... Sorry? Nee, dat doen we aan het einde. We doen... Ja. Kan dat? Dat moet weg. Oh, dan kunnen we het ook wel nu doen. Dan doen we de muziek nu. Doen we 2 keer muziek achter elkaar. Ja. Ja, kan jij je nog even voorstellen voor degene die... Mijn naam is Kelly. Ik ben 19 jaar. Hij staat niet. Ik moet hem even aanzetten. Een stukje aan de zijkant. Ja, nogmaals. Mijn naam is Belly, ik ben 19 jaar, doe dit jaar mee aan het helderheidbokaal vanwege de vraag van mijn vader. Ja. En ik sta vandaag hier omdat Johnny mij heeft gevraagd om hier te staan en een nummer voor jullie te doen, dus dat ga ik doen. Ja. Leuk. Marijke, is er muziek? Ja. Ik kan niet slapen in de ochtend, want in de ochtend wordt ge. Ik heb die droga in me, maar alleen die autotief wanneer je kook. Ik kan niet slapen in de ochtend, money moet ik maken totdat alles is betaald. Wow, money moves totdat ik val. Ik kom naar binnen voor it all. Ik kan niet slapen in de ochtend, want in de ochtend wordt ge.
Hey, ik heb die droga in mijn systeem. Alleen die is actief wanneer je kan. Ik kan niet slapen in de ochtend. Money moet ik maken totdat alles is betaald. Totdat alles is betaald, moeten we blijven bewegen. Kado, please vergeef me voor alles wat we deden. Net voordat ik slip, want Bali die is niet te breken. Nog steeds no face, no case, je moet weten. This is a real flex, man, I'm searching for some judges. Je moet alleen op money zijn, mijn broertje, al die tories laden. Want we kunnen niet blijven onderaan. Zoveel dingen die een nigga daily ondergaan. Toch moet ik ervoor gaan zorgen dat we komen daar. Mama, ik wil niet dat jij je altijd zorgen maakt. Dus daarom klimmen we naar boven. The best angels alive already been broken. In paradise all my niggas see me glow up. Doe dit voor mijn jongens die zijn gevlogen. Rest in peace nog steeds. Ik kom naar binnen voor it all. Ik kan niet slapen in de ochtend. Want in de ochtend wordt geknald. Nee, ik heb die droga in mijn systeem. Alleen die is actief wanneer je kan. Ik kan niet slapen in de ochtend. Money moet ik maken totdat alles is too many men dying young. Vraag God, oh please protect my niggas die nog racen. And so many men we riding for. Maar aan het eind van de dag sta je in je eentje. En ik kan niet begrijpen nou waarom de rielen stop die dek nu zijn verdwenen. So many young kings to call. Maar in mijn hart zullen die niggas blijven leven. Hou het 100 op 100 voor de niggas die er stonden met zorgen. Toen ik niet wist wat de dag zou brengen morgen. Dit zijn de niggas met wie ik mezelf voordat. Yeah. Hou het 100 op 100 voor de niggas die er stonden met zorgen. Toen ik niet wist wat de dag zou brengen morgen. Dit zijn de mensen met wie ik mezelf voordat. Money moest totdat ik val. Ik kom naar binnen voor it all. Ik kan niet slapen in de ochtend. Want in de ochtend wordt geknald. Hey, ik heb die droga in mijn systeem. Alleen die is actief wanneer je kan. Ik kan niet slapen in de ochtend. Money moet ik maken totdat alles is betaald. Wow. Ja, dankjewel. Hiervoor, voor dit geweldige lied. Heb je het ook zelf geschreven? Ja, ik heb het zelf geschreven. Wauw, wat mooi. Wat mooi. Nou, dankjewel. Nog een keer dankjewel. Applaus, dames en heren.